De elektronische identiteitskaarten zullen op 18 maart worden in gebruik genomen. Dat zegt het hoofd van de afdeling Identiteit van het CBB, Valerie Vinci. In dat kader zal de afdeling Identiteitskaarten van het CBB van 13 tot en met 16 maart gesloten zijn. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut. De transformatie van identiteitskaarten zal gefaseerd plaatsvinden. Burgers van wie de ID-kaart binnenkort vervalt, dienen zich aan te melden bij het CBB. Bij de aanvraag van een elektronische ID-kaart wordt er een foto gemaakt, de vingerafdrukken worden genomen en de handtekening wordt digitaal vastgelegd. De wachttijd voor een elektronische kaart is maximaal 30 dagen.